Dat Jong Vitesse een geduchte tegenstander is, blijkt ook wel uit de laatste thuiswedstrijden. Op 12 januari werd voor het laatst op Papendal verloren. En de ploeg van Jozef Oosting begint ook goed aan het duel. In minuut nummer 2 is het Ten Tije die raak mag schieten na een schitterende aanval. En hoe hij het afmaakt is natuurlijk ook wonderschoon. De paas van Patrick Vroeg en vervolgens de voorzet vanaf de rechterkant via Berden. En Ten Tije doet dat prachtig. 3 minuutjes later. Voorzet op Ignacio en dit soort kansen moet je de spits en topscorer van de tweede divisie niet geven. Pand klaar op het hoofd, inkoppen maar. En Bayazit met een mooie duik, maar zonder bal. Groot faal, de volgende kans. Maar nu is Bayazit wel degene die de balklem vast heeft. Thijssen vlakbij de 1-2. Het is een leuk duel om naar te kijken. En dan ook nog in het zonnetje. De toeschouwers in Arnhem genieten. Zien dat AFC wat sterker wordt. Maar hier had natuurlijk Thijssen de bal al lang af moeten geven. Jordi wel te verstaan. Op Belarbi. Koulan. Heeft de ruimte om te kijken en voor te geven. En Ignacio heeft daar zijn tweede van de middag op de schoen. Het had zomaar zijn 22e van het seizoen kunnen zijn. Maar met die ene goal is hij natuurlijk Rob van der Leij virtueel even voorbij op die topscorerslijst. AFC wil het lichte overwicht in het tweede deel van de eerste helft omzetten in doelpunten. Koulan. En de gebroeders Thijssen samen op weg naar de voorsprong. Jordi maakt het af. Kenny geeft de assist. En nu heeft ook Jordi al 20 doelpunten gemaakt in de tweede divisie. Hij zit Ignacio op de hielen. Belangrijk en natuurlijk nog dat de voorsprong daar is voor de ploeg van Ulrich Landvreugd. Maar Jong Vitesse laat het er niet bij zitten. Komt ook goed de startblokken uit. In de tweede helft, Moussaba maakt het gelijk. Tot 2 maal toe in een openingsfase van een helft. In 1 wedstrijd een tegendoelpunt incasseren. Het overkomt de koploper. Maciej krijgt hem terug, behoudt het overzicht en dit is voor Patrick Vroeg een goede kans om de geel-zwarten op voorsprong te zetten. Ze worden sterker en sterker, de mannen van Jozef Oosting. Bayazit maar half, dan blijft het natuurlijk gevaarlijk. En Zakir op de lijn. Is dat Hens? Scheidsrechter Nachtegaal vindt van wel en geeft een penalty. En dan kan hij ook niet anders dan rood geven. De centrale verdediger van Jong Vitesse moet eraf. Wijst naar zijn borst en zijn schouder. En de vraag is of hij gelijk heeft of de scheidsrechter. De verdediger heeft gelijk. Dit had nooit een penalty en een rode kaart mogen zijn. Ulrich Landvreugd mag daar heel erg dankbaar zijn dat Kenny Thijssen na een assist ook het doelpunt mag maken. En belangrijker nog, AFC op voorsprong zet. Een half uur nog met 10 man. Voor Jong Vitesse bijna onmogelijke opgave. Maar hier komt de kans aan. Het is voor Schuurman een net nietje. Achefai, gek genoeg zijn de 10 van Oosting beter dan de 11 van Landvreugd. Hier komt weer een kans. Maar ditmaal kan Schuurman ook niet afdrukken. In de absolute slotfase lijkt de AFC de overwinning over de streep te gaan trekken. Of wordt de overwinning nog groter? Jesse, de invaller aan de kant van AFC, bedient daar Ignacio. Maar zijn kans wordt gepakt door Bayazit. En dus blijft Ignacio steken op 21 doelpunten. Veel belangrijker is natuurlijk dat AFC de overwinning pakt in Arnhem. Een zwaar bevochten overwinning. AFC blijft koploper en is weer een stapje dichter bij de titel.